In Nijmegen zijn ze op twee plekken bezig met het verbeteren van de weg. Bij de tunnelweg worden de trottoirs opnieuw betegeld en worden de fietspaden verbreed en geasfalteerd. In principe kan al het verkeer door de tunnelweg. Alleen niet in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 november tot 9 uur in de ochtend. Dan is de tunnelweg afgesloten voor het autoverkeer stadinwaarts. Tot en met vrijdag wordt het asfalt op het Keizer Trajanusplein vernieuwd. De werkzaamheden vinden nog woensdagnacht en donderdagnacht plaats tussen 8 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend. In deze nachten is het Keizer Trajanusplein grotendeels afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden aan de Bieselse baan zijn bijna klaar. Het nieuwe fietspad langs de Bieselse baan is nagenoeg af. Het storten van het beton is naar alle waarschijnlijkheid aan het eind van deze week klaar. Als het goed is, kunnen de fietsers over anderhalve week weer gebruik maken van de Bieselse baan. Het fietspad is over de gehele lengte van 6 kilometer aangepakt. De woningbouw in Wijchen loopt storm. Bijna alle nieuwe huizen op de Huurlingse Dam zijn al verkocht, nadat de verkoop begin september was gestart. En dat terwijl er 4 keer overtekend is op de 58 koopwoningen en 3 bouwkavels. Daardoor staan er in totaal 150 mensen op de wachtlijst. Door deze nieuwe woningbouw zijn er straks nieuwe straatnamen nodig. Zo komen er in de Huurlingse Dam onder andere de Houtzager, Spinster en de Wagenmaker als nieuwe straat. Ook verschillende politieke partijen kaarten de problematiek aan. De oorzaak van het woningtekort zit in het feit dat de provincie Gelderland eind 2014 de woningbouw in Wijchen zwaar heeft ingeperkt. Drukte verwacht komend weekend op de wegen van en naar Groentehof Poelen. Van heinde en ver komen mensen namelijk naar Groesbeek om pompoenen te kopen voor Halloween. Inmiddels zijn er al 4 van de 6 pompoendagen geweest en staan er nog 2 op het programma. Niet alleen worden er pompoenen verkocht, kinderen kunnen ook oefenen met het snijden en het versieren van pompoenen of meedoen aan een speciale speurtocht.